de popcornmachine. A fuzzy box, here we come. Nou, er zitten er nog niet veel in zijn grijpmachine. Hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe gaming video. We gaan weer verder met Disney Dreamlight Valley, dus let's go! We zitten in de game en I love deze setting. Gewoon met kerstboom, een lampje en het kasteel. Natuurlijk zien we nog wel wat Nighthorns, omdat we nog altijd niet het hoofdverhaal hebben afgewerkt. Maar ik was momenteel bezig met Woody zijn quest. En daarvoor moeten we Woody even gaan zoeken. En ik moet iets aan hem geven wat ik al had gemaakt. Maar waar is Woody? Oh, Woody zit gewoon in zijn huisje. Dus we gaan even naar hier teleporteren. En tadaa, daar zijn we weer. Nu moeten we naar Woody's huisje gaan. En dat staat hier achter al deze bomen en rotsen en zo. Kijk, dit is zijn huisje. Het ziet er momenteel nog heel erg triestig uit, om eerlijk te zijn. Maar het is de bedoeling dat we dat gingen veranderen, als ik het goed heb. Daar staat Woody. Hey there, deputy. Even, hoe leuk is zijn huisje? Like, ik wil hier ook echt in wonen. Met een, oh my god, met een popcornmachine, jongens. Ah, dat wil ik echt zo graag, zo'n ding. Ah. Wie weet ooit. Oké, we gaan praten met hem. En we gaan dit geven. Tadaa. Oké, nu gaan we de carousel fixen. Daarvoor moeten we naar buiten gaan. Want de binnenkant ziet er wel oké uit. Maar de buitenkant zag er gewoon set uit. Je ziet het niet zo goed omdat het donker is aan het worden. En omdat het bij mij ook gewoon in real life donker is aan het worden. We moeten weer met Woody even praten. Maar het praten verloopt weer zo soepel als altijd. Oh kijk, wat gaat er gebeuren? Gaat hij mooi zijn? Oeh. Hij is nog niet helemaal af bij mijn zichtpunt. Hij ziet er al iets fleuriger uit, maar nog niet optimaal. Dus we moeten even naar Wally gaan om met Wally te praten. Om de lichtjes van de carousel te laten werken. Dus dan gaan we even Wally zoeken. En die staat daar. Dus dan gaan we naar hier even teleporteren. Hopelijk blijft hij staan. Wally. Oh ja, daar is Wally. Ja, talk to him please. Oh, ik krijg een notebookje van Wally. Het is een blueprint blijkbaar. Dus we gaan iets terug moeten craften. We moeten naar de Wally Realm teruggaan. En daar wat materialen gaan ophalen. En ik dacht dat ik dat ook vanuit hier kon doen. Oh ja, kijk, hier. Wat is de Wally Realm? Hier zo, Wally. Haha. Dat is echt makkelijk om zo dan te travelen. Wat hebben we hier allemaal nodig? Dit lijkt me iets. Oké, maar dat is niet wat we zoeken. Maar dat kan ik wel altijd gebruiken. Glas ligt hier ook. Bricks ook. Oeh, dat zijn wel leuke materialen. Dit moeten we misschien even wegdoen. Deze stapel spuin. Dit ook. Deze ook. Er komt allemaal materialen uit, maar het is niet wat ik nodig heb blijkbaar. We zullen even met de schub gaan en dingen proberen op te diggen. Ja, zo. Wat zit erin? Iets van stenen. Dat is wel iets nieuw. Oh, dit is glas. Oké, ik heb al één iets wat ik moest hebben, maar daar heb ik er twee van nodig. Dus we gaan gewoon even putjes graven hier. Waar het glinstert. Zo, dit is ook... Ah, oké, dat hadden we nodig. Deze stenen pak ik ook even op. Hier is nog een putje dat we kunnen graven. Wat is dit? Ah, oké, dit hadden we ook nodig. Hier is nog zo'n putje dat we kunnen graven. Ja, dat is ook zo'n stukje. En nu heb ik er nog één nodig. Waar is er nog een putje dat ik kan graven? Oh, ik zie het daar van achter, denk ik. Ja, 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 ja. Hier kan ik nog een putje graven. Ja, hier zo. Hupsakee! Die hebben we. Nu kunnen we teruggaan. Oh, ik sta gewoon direct in de village terug. Dat had ik niet verwacht. Maar we hebben een iron ingot nodig en die moeten we ook maken.
Dus die ga ik even craften eerst en vooral. Dit hebben we nodig, dus daar had ik er maar eentje van nodig en ik heb genoeg materialen verzameld. Dus die kan ik gewoon makkelijk maken. Oh, en nu moeten we craften fuzzy box. A fuzzy box, here we come! Oh, ik ben aan het weer. Ja, dit. Nee, oh, deze. Yes, dit hebben we nodig. En nu moeten we deze weer aan Woody gaan geven. Dus dan moeten we even kijken waar Woody terug is. Die is terug in zijn huisje. Dus dan gaan we gewoon even wandelen naar zijn huisje. Want het is nu niet heel erg ver. Namelijk hier, hier zie je hem al staan. Als je goed hebt gekeken tenminste. Hier zo. Oké, dus Woody zit terug binnen. Dus dan gaan we naar binnen. Daar staat hij. Deze zeteltjes zijn ook zo grappig. Oké, we gaan dit geven. Zo. En nu? Oké, nu gaan we de lights aan laten gaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Of course moeten we weer terug met Woody gaan praten. Oh, nu ben ik met Buzz aan het praten. Dat was niet de bedoeling. Ja, we hebben hem. Oeh, spannend. Oh, het was een explosie in de carousel. Er staat go to the carousel, maar we staan aan de carousel. Dus we moeten binnen gaan, denk ik. Oh, wat is er hier gebeurd? Oh, alle machines zijn stuk. We gaan met Woody erover praten, want dit kan echt niet gebeuren. We moeten al deze dingetjes even oppakken. Want die zijn allemaal doorheen de kamer van Woody verspreid geraakt. Dus dat gaan we even opruimen voor hem. Hier nog iets. Oh, de grijpmachine. Dat is echt sad. Maar jongens, de popcornmachine is er nog altijd. Die werkt. Daar is niks stuk aan. Dus het belangrijkste is gesaved. is er nog iets? Oh ja, hier. Oh, ik zie op. Nog drie dingen. 1. Oh. 2. Nee. 2. En daar kan ik niet tussen. En 3. Ja, ik heb het. Dus we moeten terug met Woody gaan praten. Maar Woody ligt op de grond. Hallo Woody. Dit gaan we allemaal aan Woody geven. Dus alsjeblieft Woody. Tada. Oké. Oh nee. Al die aliens die in de grijpmachine zaten. Denkt Woody dat hij in de village gewoon zijn beland. Oké, Woody wil eerst zelf gaan zoeken. Oh, oké, we zijn momenteel gewoon klaar met Woody zijn quest. Want Woody wil gewoon zelf zijn aliens gaan zoeken. Maar ik kan nog wel altijd iets doen met hem. Wacht. We gaan even kijken. Howdy, partner. Oh, hij weet momenteel al wat er gebeurd is met de andere alien toys. Of course, hebben we time to talk about it. We moeten een nieuwe claw machine, zo'n grijpmachine, maken. Omdat anders, als we die alientjes vinden, dan hebben die geen thuis meer. Omdat hun grijpmachine stuk is. We hebben terug Iron Ignant nodig en dan weer iets te craften. Dus we gaan weer naar mijn craftingtafel. Oké, hier staan we weer aan mijn craftingtafel. En we hadden die Iron Ignant, ik geloof 2 van nodig. Ik ben niet zeker. Even kijken. Functional items. Ah ja, kijk. Hier kunnen we hem al direct maken, want ik heb natuurlijk al wat dingen. Tada! En dan gaan we die waarschijnlijk weer aan Woody moeten geven. Meet Woody in the inside of the carousel. Oké, dan gaan we snel naar Woody. Zijn carousel. En hopelijk is dan het probleem opgelost met de little alientjes. Naar boven. En dan naar daar. En naar rechtdoor. En hier zijn we al. Daar is Woody. Dus dan gaan we met hem praten. Oeh, deze ging snel. Dit gaan we geven. Tadaa. Kijk, dit is een nieuwe clownmachine. Hij ziet er prachtig uit.
Nu moeten we even met Bus gaan praten. En Bus die heb ik als maatje om even meer met mij rond te lopen. Dus die is hier gewoon lekker handig. We moeten dus de verschillende toys gaan zoeken. Under Dazzle Beach Sand. Oké, dus Dazzle Beach is hier naar beneden. Dus daar zijn we ook direct. Dat zullen we natuurlijk eerst doen dan. Hier zo naar beneden. Oh, ik ben weer niet zo goed aan het wandelen. Oké, dus hier moeten er twee zijn als ik me niet vergis. Oh ja, kijk, daar zie ik al iets. Ja, 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 hier zie ik hem al onder het ding zitten. Oh, waarom lukt het me niet? Waarom kan ik hem niet opgraven? Ik heb toch mijn schub vast. Maar, waarom gaat dat nu niet? Aha. Eindelijk. Oké, hier is één. Oh, ik moest er maar eentje daar. Oké. Waar is een giant willow? Waar is een giant willow? Ik weet echt niet wat een giant willow is. Frozen ice cave near the waterfall. Dat is ergens boven, I guess. De waterval. Die gaat daar denk ik ergens zijn. Hier is een waterval. Oh, ik zag het daar denk ik. Nee, toch niet. Waarom dat? Die steen. Dit is een waterfall. Misschien moet ik daar naar boven eens kijken. Hier zo. Oh ja, kijk hier. Het is echt zo'n rechte ijsblok. Kijk. Dit is hem. Tadaa. Dit is ook nog eentje. In the ground near the giant willow. Waar is de giant willow? Ik ben echt aan het nadenken. Ik moet dat opzoeken. Oké, ik ga niet liegen. Ik heb net opgezocht waar het is. Het is een boom van Mother Gothel. Dus, maar we zullen eerst naar Scar's Cave gaan. En daar gaan we naar teleporteren, want ik ga niet heel dat stuk wandelen. Ik moet... Oh, die teleportatieding hier staat echt verkeerd. Maar daar kan ik nu niks aan doen. Dus ik ga naar hier teleporteren. Oké, de cave van Scar. In Scar's cave. Dus we moeten echt in zijn huis gaan. Wat er echt altijd eng uitziet. Oh, ik zie hem daar al liggen. Kijk hier zo. Pick it up. Oké, en dan moeten we nog naar Near the Giant Willow. We moeten nog naar de boom van Mother Gothel. Naar het huisje eigenlijk van Mother Gothel. Tadaa, daar zijn we. Dus die moet ergens hier in de grond zitten. Oh, het is echt donker al. Oh, daar is iets om op te graven. Dat zullen we opgraven. Ik denk niet dat dat hem is. Nee, want de vorige stak je er echt zo uit. Oh ja, daar is hij. Hier zo. Ja, hier. Yes! Dit is en dan moeten we terug naar Woody gaan. Dus gaan we even Woody weer zoeken op de kaart. Waarschijnlijk zit hij weer hier in zijn huisje, of course. Dus gaan we even naar daar teleporteren. Niet transformeren, teleporteren. Daar. Oh, ik ben verkeerd. Ja, daar zo. Yes. Dan natuurlijk naar de ingang gaan. Ja, enter. Daar is Woody. Hallo Woody. We gaan deze toys allemaal geven. En het moet allemaal één voor één, blijkbaar. Oké. En nu? Yay, we found them all. Hij hoopt dat er geen anderen meer vrij rondlopen in de valley. Wel, ik hoop het ook voor jou, Woody. Nou, er zitten er nog niet veel in zijn grijpmachine. Maar oké, dat komt misschien binnenkort nog wel. Dat was het voor vandaag. Vergeet ook zeker geen like te geven. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker. Want zo mis je geen enkele van deze video's. Alvast heel erg bedankt en oké, bye!